Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube mensen. Ik zie er een beetje wild uit, zie ik. Ja, ik kan er niet altijd wat van maken, hoeft ook niet mensen. Weet je, het gaat om het bier uiteindelijk, ja. Tijd voor een unpacking, yes. Het is tijd voor, ik haal hem er even bij. Check it out, Two Chefs Brewing, hell yeah. Two Chefs Brewing stuurde mij, onder andere mij, een berichtje. Remy, wil je meedoen met een giveaway? En dan sturen we jou uiteraard ook een pakketje op. Hartelijk dank, super tof. Kan je een hoop besparen. Qua tekst, ga eventjes naar mijn Instagram. Kijk daar eventjes op. En ik mag 3 pakketten verloten namens Two Chefs Brewing uit Amsterdam. Dus doe mee. Kijk eventjes wat de voorwaarden zijn. Echt super simpel, super leuk. Ga dus even naar Instagram. Doe mee. En jij maakt kans op zo'nzelfde pakket. Hartstikke tof. Ja toch? Oftewel, dit wordt uiteraard gesponsord door Two Chefs Brewing. Super goede brouwerij uit Amsterdam. We mochten al wat eerder ontvangen van deze toppers. En ik ben benieuwd wat hierin zit. Ik hoop jij ook. En als echt, doe gewoon mee. Weet je, kost niks hè. Meedoen kost niks. Winnen. Ja goed, je snapt het. Kijk zo. Wauw. Dit moet je eigenlijk even zien. Dit moet je zien. Ik pak je even eruit. Normaal doe ik dat niet. Maar nu wel. Waarom niet? Check it out. Ziet er echt mega gaaf verzorgd uit. Super tof. Ik zet je weer even neer. Sorry voor het trillen en dat soort ellende. Super gaaf. Super. Ik ga hem openmaken. Althans, hij is open. Two Chefs Brewing met een super tof handgeschreven kaartje erbij. Hi Remy wou ik zeggen. Of Amerikaans. Hi Remy, zoals beloofd bij deze onze nieuwste project, The Evolution of IPA. Omdat de bieren super vers zijn en nog even moeten bijkomen, adviseren wij om ze 24 uur in de koelkast te zetten, alvorens ze te drinken. En yes, we beseffen het. Dat is een taaie opdracht. Dat is echt moeilijk. Maar komt goed, komt goed. We zijn erg benieuwd wat je ervan vindt. Enjoy en veel liefst, Two Chefs. Check it out. Super tof. Nogmaals, Two Chefs. Echt legendarisch. Met confetti erbij. Echt ongelooflijk. Dit is echt, ziet er goed uit. Mooi. Prachtig mooi boekje erbij. Presents The Evolution of IPA. Super gaaf boekje erbij. Uiteraard komen de bieren aan bod. Dat snap jij natuurlijk ook wel. Als ik er zo even doorheen blader. Ziet er echt heel strak uit. Check it out. En uiteraard zullen, ik weet niet of ik alle bieren review, maar uiteraard worden er genoeg gereviewd. Maar laten we eens kijken wat erin zit. Allereerst, ik zie bubbeltjes plastic. En dat kan maar 1 ding betekenen. Oh ja? Echt waar? Serieus? Holy shit. Two Chefs Brewing glassware. Proper glassware. Ziet er goed uit. Mooi paars. Kunnen jullie dat zien? Wel hè? Mooi paars. Ziet er goed uit. Dan kunnen we de bieren uit nuttigen. Jij snapt het. Oké. Allereerst, eens kijken wat is dit. De Two Chefs Brewing Nijpa. Ja, ik pak maar gewoon wat, hè. Ik pak maar gewoon wat. De Nijpa. Ziet er goed uit. Ik zet ze even hier naast me neer. Als ik het hier in beeld zet, dan zie je mij niet meer. Niet dat dat zo boeiend is, maar ja, dan kijk je tegen blikjes aan. Uiteraard mooie blikjes. Waarom doe je het er niet? Ja, nou ja, goed. Je snapt het. East Coast IPA. Wat? Ziet er goed uit. Topper. West Coast IPA. Ja, het wordt nou wel erg moeilijk hè, om ze 24 uur in de koelkast te zetten.
Dat snap je zelf ook wel. British IPA. Oftewel de klassieke IPA. Hoe die ooit vroeger gebrouwen is. Van Engeland naar India. Meer hop toevoegen. Dat die langer houdbaar blijft. Zodat die in India bij aankomst goed te drinken is. Dat is eigenlijk het hele verhaal van een IPA. Dat zijn de vier die meegestuurd zijn. Maar, weet je wat dit is? Ja, dit is confetti. Holy shit. Ik heb een stofzuiger nodig. Ik kan daar niks aan doen. Ah. Ik zit onder de confetti mensen. Ik vind het wel goed verzonnen trouwens. Alleen Remy moet alles weer schoonmaken. We hebben het. Er zit dus nog een pakketje in. Kijk, en zo krijg je het uiteindelijk binnen. Check it out. In een mooi doosje. To Chef Brewing. Party in. Wat is dat nou? Ik kan niet zo goed. Ja, je snapt wat ik bedoel. Party in your mouth pack. Ziet er gruwelijk gaaf uit. Ik ben heel erg benieuwd naar deze bieren. Uiteraard worden ze gereviewd. Ik weet niet allemaal. Ik ga mijn best doen. Ik heb nog meer te reviewen. Maar ik ga wel mijn best doen. Dat beloof ik. Want het maakt mij razend enthousiast. Wil jij meedoen? Ga dan eventjes naar Instagram. Je hebt tot 14 juli de tijd om mee te doen. En wellicht, ja, nogmaals, ik mag drie pakketten. Drie pakketten. Kost niks. Meedoen kost niks. En To Chef Brewing stuurt jou, als ik jou gekozen heb, een pakketje. Ja, makkelijker kan niet. Het lijkt mij echt heel simpel. Ah, bedankt voor het kijken. Mensen, geniet van je weekend. Ga ik ook doen. Zeker een drukke week gehad. Vandaar dat mijn koep een beetje... Nee, maakt niet uit. Daar doen we het niet voor. Nogmaals, bedankt voor het kijken. En uiteraard zie ik jou hopelijk de volgende keer. En nogmaals, To Chefs, volg ze. Volg Biekiek Holland. Doe mee. Het is de laatste keer dat ik het zeg. Doe mee. Bedankt voor het kijken en uiteraard tot de volgende keer. Cheers.